3, 2, 1, start! In 3 minuten voor bijna 1000 euro boodschappen doen? Het is 3 vrijwilligers van de Voedselbank dinsdagmorgen gelukt bij Albert Heijn in Callenzoog. De veilingavond voor de hospice in Schagen hadden we ruim 40.000 euro opgehaald. En Michel Bakker van de Hooiberg en Sascha Beers van Gorte Dakluiken, die kochten allebei een minuut gratis winkelen op de veiling. En vervolgens zeiden de heren allebei, wij doneren het aan de Voedselbank. Hebben wij er ook nog een minuutje bij gedaan, dus vandaag kon de Voedselbank 3 minuten gratis komen winkelen. Ja, wij dachten van, we gaan dit jaar in het kader van de kerstgedachte een goed doel koppelen aan het kopen van het kaartje van de hospice. En toen dachten we, nou, dat is de Voedselbank een goed idee. Dan helpen we er meer mensen mee. Wat hebben jullie met de hospice? Nou, de hospice is natuurlijk een heel goed initiatief. Dit is natuurlijk een heel zorgzame omgeving voor mensen die in de laatste levensfase zitten. En dat leek ons een goed doel om daar in ieder geval deel van uit te maken. We zitten op een minuut, we gaan nog een half minuutje door. Of doen we er veel meer in? Wij hebben het al gewoon goed. En ik denk dat andere mensen het beter kunnen gebruiken als wij. En daarom sponsoren we de Voedselbank. Ze mochten een minuutje gratis winkelen, maar na een minuut zei jij, doe er nog maar een seconde of 30 bij je. Ja, we hebben nog een beetje naar boven afgerond. Want, dit is zo'n goed doel. Dat vinden we ook leuk om een beetje aan mee te helpen. Nou, zeker in deze tijd, met de stijgende energieprijs en stijgende voedselprijs, zijn er nog heel veel mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dus daarom vond ik het initiatief van Michel en Sascha zo mooi, dat ze allebei het doneerden aan de Voedselbank. Ik denk, nou, dat doen wij ook mee. Dan kunnen we lekker een groot bedrag ophalen. 3, 2, 1, klaar! Okay. En dat is zeker gelukt. Op de kassa verscheen na afloop het mooie bedrag van ruim 970 euro. 970 euro boodschappen, zomaar even proletarisch gewinkeld bij de Albert Heijn. In een minuut, wat geweldig. Ik ben blij dat de Voedselbank blij met me is. En de cliënt ook. Het is heerlijk om het weer aan de cliënten door te kunnen geven. Bij het rondje door de supermarkt werd de versafdeling bewust overgeslagen. Wij pakken houdbaar omdat we dan niet verplicht zijn om het meteen morgen weer uit te delen. En we krijgen gelukkig vanuit de regio hebben we groentesnijders die ons heel veel vers geven. Dus versproducten bij dit soort acties liever niet. Houdbaar. En de mensen vinden alles lekker. Dat gaat lukken. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En de mensen van de Hooiberg en Gorter en de Albert Heijn, hartstikke bedankt.